Street Talk uitvoering. We staan vanavond in Vraneker bij de Nacht van de PC. En we gaan de meningen van jongeren vragen over alcoholgebruik in het verkeer. Fiona, wil jij de eerste voorlezen? Stelling. Iedereen moet zelf weten hoeveel hij of zij drinkt in het verkeer. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Wat vind jij daarvan? Nou ja, het is wel eigenlijk verantwoordelijkheid. Maar ik vind niet dat je veel moet gaan drinken. Of eigenlijk helemaal niks in het verkeer. Wat vind je daarvan? Nou ja, zelf weten, nee, ik drink met mate. Wat is met mate? Nou, dat je gewoon niet meer moet drinken dan het moet in het verkeer. Dat is één glaasje, dacht ik. Eén glaasje. Ja. Ja, vind ik ook. Ja? Ja? Ben je wel mee eens? Ja, beter wel. Wat? Gewoon. Het is eigen verantwoordelijkheid hoeveel je drinkt. Als je te veel zuipt, dan moet je zelf ook voor je kosten nakomen. En zoiets vind ik wel. Zou jij willen voorlezen? Noem vier lichamelijke effecten van het gebruik van alcohol. Nou. Geen duidelijk zicht meer. Ja, minder concentratievermogen. Reactie. Dat het vertraging heeft. Snelheid, inderdaad. Ja. Overgeven. Dat is ook een effect, toch? Van je lichaam? Ja, dat is ook een effect. Ja, het moet er weer uit. Nee, ik weet eigenlijk verder niet. Volgende dag? Ja, een kater. Juist. Nog eentje. Ik heb echt geen idee. Mag je de antwoorden voorlezen? Slechtere motoriek, tunnelvisie, verdovende werking, lagere reactiesnelheid, slechter kleuren zien, vooral rood en kater. Are you ready? Lees maar voor. Zonder boetes houden jongeren zich niet aan de regels. Uitroepteken. Wat vind je daarvan? Ja, eigenlijk best wel waar. Hoezo? Nou, ik denk dat als we ons niet aan de regels zouden houden en er wordt niks aan gedaan, dat het zo blijft. En met hoe hoger de boetes worden, hoe minder het gevaar is. Dus jij vindt de boetes allemaal wel terecht? Jawel. Ja. Ah, eigenlijk vind ik het wel goed. Want anders kunnen jongeren denken dat ze alleen maar meer kunnen gaan drinken. Zo, en dan is het ook onveilig voor het verkeer en zo. Dus het is eigenlijk wel goed dat er boetes zijn. Ja, dus jij vindt alle regels wel terecht? Ja, ik vind het wel terecht. Ja, dus lekker zo laten. Alleen als ze mij pakken vind ik niet terecht. Nee. Waarom niet? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Jouw favoriete drankje? Berenburg. Berenburg, jou? Cola Berenburg. Cola Berenburg. Nee, Zonnemaan. Even. Stel je voor, we gaan nu met z'n vieren. Mijn favoriete drankje is een pilsje. Stel je voor, we gaan nu met z'n vieren de kroeg in. En we stellen allemaal ons favoriete drankje. In welk drankje zit dan het meest? Ik denk in bessen. Bessen? Berenburg. De bessen. Nou, ik zal jullie verklappen. Als jij in een kroeg een bepaald drankje besteld met alcohol erin, krijg je altijd evenveel alcohol. Een glas pils is zo groot. Als je een glaasje bessen bestelt, krijg je een verzoon laagje. Als je een glas Berenburg bestelt, krijg je een shotglaasje volgens mij. Als je een glas Berenburg cola bestelt, meet ze een shotglaasje af, gooi ze in een glas, gooi je de cola bij. Overal zit 10 milliliter alcohol in. En dat is omdat ze dan kunnen meten van hoeveel drankjes heb je op en hoe snel gaat het.